Hoi Colette, ik ben Kees, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg en aan mij de eer om jou te feliciteren met je nieuwe titel Lector van het jaar 2020. Lector van het jaar 2020 word je niet zomaar. Ik denk dat de reden is waarom jij het bent geworden, is omdat je hebt gerealiseerd dat voordat je studenten kunt enthousiasmeren, je eerst al je collega's moet enthousiasmeren om meer met ICT in het recht te doen. Nou, dat kwam geen moment te laat, is wel gebleken de afgelopen maanden. Met cyberhacks hier en een totale omschakeling naar online daar. Je hebt een uitdagend onderzoeksgebied gekozen. Namelijk het voorbereiden van juristen op, zoals ik het maar zal zeggen, de gedigitaliseerde maatschappij. Ik ben zelf jurist, dus ik weet dat het een wat conservatieve beroepsgroep is, maar wel met de beste bedoelingen. Jouw werk aan Legal Tech maakt het recht toegankelijker. En dat is ongelooflijk belangrijk. Want voor heel veel mensen die geen jurist zijn, is het recht ingewikkeld. Wij hopen dat de aankomende tijd die handelingsverlegenheid die is overtroffen nu ook vastgehouden wordt. En dat jij daarin jouw cruciale rol kunt blijven vervullen. Vooral in een tijd zoals deze, waarin het digitaal lesgegeven moet worden, is kijken naar onderwijsinnovatie gewoon heel erg belangrijk. En ik hoop dat je dat gaat blijven doen. Dat studenten door jou het beste onderwijs krijgen wat ze maar kunnen wensen. En ik wens je heel veel geluk en succes in de toekomst. En juist de hbo-studenten zijn degene die in staat zijn om die brug te slaan tussen het recht, de wet en wat gewone mensen nodig hebben om hun recht te krijgen. En het is wat mij betreft onderzoek waar het hbo trots op kan zijn. Nogmaals van harte gefeliciteerd.